Geef ons geld, stotenstreng.nl en welkom weer in een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over de lat pulldown, een oefening die de meesten van jullie wel eens een keer hebben gedaan of op het moment aan het doen zijn. Als ik hier iemand krijg die lid is geworden of lid is geweest van een sportschool en die vervolgens hier lid wordt, dan ziet de lat pulldown er meestal op deze manier uit. Wordt hij meestal zo voorgedaan. Ik ga hem 3 keer voordoen. Hoppakee. Op deze manier. En 3. Dat is niet de efficiëntste manier om een lat pulldown te doen. Als jij niet ziet wat hier fout aan is, blijf dan kijken. Als je dat al hebt gezien, wegwezen dan. Om te kijken hoe wij de lat pulldown het beste kunnen gebruiken, moeten we kijken waarvoor de oefening is. Zoals de benaming van de lat pulldown al zegt, hij is van de latissimus dorsi, oftewel de grote rugspier. En om te weten hoe we die spier gaan trainen, moeten wij weten wat de aanhechtingen zijn van de spier, zodat we kunnen kijken of we hem over de volledige lengte kunnen gebruiken. Ik ga een fotootje aan jullie laten zien, zodat jullie gelijk kunnen zien hoe de latissimus eruit ziet, voor het geval dat je dat niet weet. Hij hecht onderaan de ruggenwervel aan, in het midden, en hij hecht als tweede aanhechting, complete aanhechting eigenlijk, ook in het midden van de ruggenwervel aan, net onder slash gelijk aan de schouderbladen. En dan loopt hij naar het puntje, hier ook, het puntje van het bot van je bovenarm. Als wij dus, laten we de 2 punten op je rug even punt A en punt B noemen. En je arm punt C. Wij willen punt C zo dicht mogelijk bij punt A en punt B krijgen. Als ik iemand hier dus krijg die een lat pulldown doet. En hij doet hem op deze manier. Hij voert hem zo uit. Dan zie ik dat hier beneden nog een grote mogelijkheid is om de spier beter aan te spreken. We laten die persoon ten eerste een klein beetje naar achter leunen, omdat de oefening daar simpelweg iets makkelijker van wordt. En als we beneden zijn, willen we met een grote borst eindigen. Waarom? Uiteraard om het punt waar we het net over hebben. Punt C kan dichter bij A en B worden gebracht. En kan die spier helemaal worden aangespannen en kunnen we over de volledige lengte trainen. Als ik 10 kilo extra bij die lat pulldown erbij gooi, wat veel dames en heren in de sportschool doen, en die voeren hem vervolgens op deze manier uit, is het voor mij geen doel meer om achterover te leunen en die schouderbladen naar elkaar toe te brengen. Dat is heel lastig, kost me heel veel energie op deze manier. Een beetje te veel energie. Dus, als wij dus simpelweg in dit geval 10 kilo afhalen, hebben we een volledige contractie en kunnen wij die rugspier helemaal, die latissimus, helemaal samen knijpen. Er zijn een paar, in mijn geval 3 makkelijke oplossingen, 3 tips die je kunt onthouden. Nummer 1 is simpelweg gebruik minder gewicht als je denkt nodig te hebben. Trek dat gewicht naar beneden, een contractie, een goede contractie. Let erop dat die schouders laag en naar beneden zijn. Dus tip 1, minder gewicht. Tip 2, schouders laag en naar beneden. En naar achteren toe. Sorry, dat is beneden en laag is hetzelfde. En tip nummer 3 is je duimpositie tijdens een lat pulldown. Als ik... Sorry, daar ging mijn microfoon. Als ik een lat pulldown uitvoer, dan voer ik hem nooit met mijn duimen om het handvat heen. Ik doe altijd mijn duimen er op deze manier omheen of op de zijkant. De reden waarom ik dit doe en de reden waarom jij dit zou moeten doen is omdat wel wanneer wij een lat pulldown doen en hem naar beneden toe trekken, je minder je biceps kan gebruiken. Hoe minder jij je biceps kan gebruiken, hoe meer je je rug aan het werk moet zetten. Ja, de lat pulldown is een fijne bicep oefening. Als je specifiek de bicep wilt aanspreken, dan zijn daar genoeg andere oefeningen voor. En kan je dit mooi als voorvermoei oefening gebruiken voor de echte bicep curls. Dus, we doen de duim er overheen, of de duim in dit geval op de zijkant. Ligt natuurlijk aan het handvat wat je hebt. En kan ik op deze manier beter mijn rug aanspreken. Als ik hier lekker in kan knijpen, dan doen al die biceps op een gegeven moment al het werk. En zoals je ziet op deze shit uitgevoerde manier, is er in mijn schouderblad eigenlijk niet genoeg activatie. Ja, de spiergroep beweegt wel, maar ik kan er meer uithalen door er overheen grote borst en volledig naar achteren toe te trekken. Op deze manier.
Wil je nou nog meer van zulke soort video's zien? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kun je ook gelijk abonneren. Dit was Raymond Schultz, totalstreng.nl. Ignite your fire and grow stronger.